We zitten vandaag op een heerlijk plekje aan de Maas, waar binnenkort heel veel mensen langskomen. Het is namelijk binnenkort weer de Vierdaagse van Nijmegen, maar de Dag van Kuik zit er ook aan te komen. Maar er is ook een tijd geweest dat die niet gelopen werd. En bij mij de heer Jan Kusters, en die heeft er een prachtig verhaal over. Jan, jij hebt ontdekt dat de Vierdaagse van Nijmegen tijdens de oorlog toch een keer gelopen is. Hoe ben je erachter gekomen? Nou, het is zo, ik zoek met een metaaldetector en ik heb op een akker in Gassel heb ik een Vierdaagse kruis gevonden, een noodvierdaagse kruis, waarop aan de keerzijde staat augustus Nijmegen 1940. Begin 1940 liep daar nog een oude weg, overal tussen boerderijen door. Op een gegeven moment is toen de Graafse dijk gemaakt. Dat is de rechte weg van Graven naar richting Boksmeer. En toen zijn die weggetjes tussen die boerderijen, die zijn allemaal in een akker verdwenen. Dus ik vermoed dat iemand na de oorlog het kruisje verloren heeft toen daar nog gewandeld kon worden. Dat is mijn vermoeden, maar zeker weet je dat nooit. Hoe is dat dan gekomen dat mensen toch deze Vierdaagse zijn gaan lopen alsnog, een alternatieve? Het is dus, al die mensen die hadden allemaal getraind voor de Vierdaagse. En die zijn ervan uitgegaan, we laten het ons niet ontnemen om niet de Vierdaagse te lopen. En toen heeft een groep, die heeft een alternatieve Vierdaagse genoemd. En toen zijn mensen, die zijn alsnog een Vierdaagse gaan lopen op de donderdagavond, de vrijdagavond, de zaterdag en op de zondag. En op de zondag zijn ze gefinished in het Goffertstadion. En dat is ook heel bijzonder, de betekenis van het Goffertstadion. Want daar zijn de mensen gefinished. En er werd een sportdag, een hele grote sportdag georganiseerd met allerlei sporten. En de opbrengst van die dag werd besteed aan het bombardement van Rotterdam. Maar ook om in Katwijk, omdat er in de oorlog ook veel vernield was, om daar de zaak ook weer op te kunnen bouwen. Dus het heeft ook nog een betekenis voor hier, voor het land van Kuik. Die sportdag, dat mocht wel dan, en die Vierdaagse, want je vertelde mij, van de Duitsers mochten er geen samenscholingen zijn. Ja. Was het dan een probleem om die nooit vierdaagse tocht te houden? Ja, in het stadion heb ik begrepen dat daar ook, men vond het zo'n festiviteit. En de Duitser dacht, we moeten niet de hele gemeenschap tegen ons in het harnas jagen. Dat is het verhaal daarachter. Dus we zien dat, we laten dat oogluikend toe. Okay. Dat was de reden. Ik zie hier verschillende getallen op staan. Ja. Wat kun je me daarover vertellen? Op de donderdagavond 15 kilometer, op de vrijdagavond 20 kilometer, op de zaterdag 25 kilometer en de slotdag 30 kilometer. Aha. En dat is allemaal op dit kruisje verwoord. Okay. En nu bedenk ik me, de Vierdaagse commissie die er toen eventueel was, heeft hij dit wel op een gegeven moment erkend qua afstanden? Of? Nee, want de Vierdaagse organisatie heeft dus gewoon gezegd van dit is niet de officiële afstand van 200 kilometer, het is minder. Dus hij wordt niet meegeteld in de Vierdaagse zelf, in de telling van de Vierdaagse zelf. Weet je hoeveel mensen er ongeveer mee gelopen hebben? De schatting was toen tussen de 1000 en de 2000 mensen. Zo. En die kruisjes zijn ook gemaakt bij de koninklijke begeer. En die maakt ook altijd de kruisjes voor de gewone Vierdaagse. Ja. Daar zijn die gemaakt. En ook die benaming staat aan de achterkant op het kruisje. En via de Gelderlander hebben we nog onderzoek gedaan. En er zijn nog twee vrouwen die zijn opgespoord, zeg maar. Die hadden die Vierdaagse nog meegelopen. Dat was ook wel heel bijzonder. Zit er een waarde aan deze medaille? Natuurlijk emotionele waarde, maar
brengt het ook geld op, zoiets? Nou, als je zou willen? Voor mij is geldwaarde is niet van belang. Het gaat om het verhaal wat erachter zit. En dat is meer waard als geld. Ja. Ja. En ik had het eerst geschonken aan graven. Maar omdat het nou één land van Kuik is, heb ik het terug kunnen halen. En nu heb ik het geschonken aan het Museum Keukelum in Kuik. Dat het ook behouden blijft en dat het ook het verhaal ook bekend blijft. Ja. Ja. Dit boekwerk komt bij de medaille in het museum te staan. En ik heb nog enkele exemplaren en die zijn straks nog te koop bij TIP. Zodat we weer wat centen hebben om weer nieuwe publicaties te maken. Kijk, heel goed. Ja. Heb je zelf de Vierdaagse wel eens gelopen? Ik heb zelf de Vierdaagse niet gelopen. Want ik ben meer een hardloper, dus ik heb wel 28 keer de marathon gelopen. Kijk, nou, dat is ook al een hele prestatie. Binnenkort de Vierdaagse van Nijmegen hier door Kuik. Ga je wel kijken? Uiteraard ga ik kijken. En natuurlijk is het ook leuk om te vertellen. Straks komt de pontonbrug hier. En die ligt bijna op dezelfde plek als de historische Romeinse brug. Ja. Aan de Maas in Kuik. Ja. Jan, als iemand het wil zien, Museum Keukelum, hierboven aan de Maas in Kuik. Het kruisje komt te liggen in een kleine vitrine in het museum Keukelum. En ja, mensen zijn ook nog altijd welkom in het archeologisch centrum aan de Maasstraat nummer 17. De Romeinse weg van Katwijk tot Maasheis. En het is allemaal vrij entree, alleen een vrijwillige bijdrage wordt af en toe wel op prijs gesteld. Dankjewel voor je tijd. Ja, graag gedaan.